In deze video gaan we kijken naar dividendaandelen en behandelen we onderwerpen zoals wat zijn dividendaandelen, waar moet je op letten als je dividendaandelen koopt en voor wie zijn dividendaandelen vaak bedoeld of een goede keuze. En ik sluit dan ook af deze video met enkele voorbeelden van Nederlandse dividendaandelen. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en over passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die jij interessant vindt? Abonneer dan op het kanaal. En in deze video gaan we dus kijken naar dividendaandelen. En zoals gezegd gaan we eerst kijken naar wat dividendaandelen nou precies zijn. Nou, dividendaandelen zijn aandelen van bedrijven die relatief veel dividend uitkeren. Dividend wil zeggen eigenlijk winstuitkeringen. Op het moment dat ze winst maken, eh, zorgen ze ervoor dat een groot gedeelte van de winst. Wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Als we kijken naar dividendaandelen, letten we vaak op drie dingen. Ten eerste hebben ze een vaak wat hoger dividenduitkering dan de rest. Hoger dan het gemiddelde, dan denk dan aan minstens 3% dat ze uitkeren. Daarnaast hebben ze ook ieder jaar dat ze dividend uitkeren, dus ze maken ieder jaar winst en die winst keren ze ook in een groot gedeelte dus uit. En het liefst zien we dat de dividend ook elk jaar toeneemt. Nou, dit kan op twee manieren. Stel dat ze het ene jaar 1% dat is een slecht voorbeeld, want we hebben net gezegd dat mensen 3% uitkeren. Dus stel dat ze 4% uitkeren dit jaar, dan willen we graag zien dat het volgend jaar bijvoorbeeld 4,1% is. Maar dit kan ook in absolute getallen. Dus stel dat ze nou per aandeel 51 cent uitkeren, dan willen we graag zien dat het de volgende keer 52 of 53 cent. Dat in ieder geval weer iets meer is dan de vorige keer dat ze dividend hebben uitgekeerd. Belangrijk bij dividendaandelen is het dividendrendement. En dit wil zeggen het percentage van. In principe je investering die je hebt gedaan, waar keren ze daar nou uit? Nou, hoe kun je dat berekenen? Dat is eigenlijk heel simpel. Je pakt gewoon het bedrag aan dividend dat ze uitkeren, bijvoorbeeld 2 euro. En je kijkt dan vervolgens naar de koers van het aandeel. Um, en dat is bijvoorbeeld 20 euro. Nou, deel je dus die 2 euro op de 20 euro. En dan zul je zien dat je in principe 10% rendement krijgt. En dat is dus je dividendrendement, oftewel het aandeel kost. 20 euro in dit geval. En je ontvangt elke keer 2 euro aan dividend. Dus een tiende van je uh, koers, eigenlijk ontvang je terug. En dat is dus het dividend waar we het telkens over hebben. Houd er wel rekening mee dat op dividend altijd nog een dividendbelasting van toepassing is. Deze is in Nederland 15%. Het voordeel hiervan is dat we van Nederlandse aandelen de dividenden die we betalen vaak kunnen verrekenen. Als je op het moment dat je uh, belastingaangifte gaat doen, dan kun je aangeven welke dividendbelasting je hebt gehad. En die kun je dan meestal verrekenen met, uh, met je inkomstenbelasting die je betaalt. Uh, dit geldt. Voor heel veel dingen, ook voor buitenlandse bedrijven, op het moment dat Nederland belastingverdragen daarmee heeft. Maar in ieder geval voor Nederlandse aandelen is het zeker van toepassing. Over welke bedrijven hebben we het dan vaak als we het over dividendaandelen hebben? Dit zijn vaak bedrijven uit sectoren zoals de voeding, de nutsbedrijven of de financiële sector. En dit komt omdat deze sectoren vaak al ver ontwikkeld zijn. En op dat moment hebben ze dus eigenlijk al hun hele bedrijf gedurende lange periode op kunnen bouwen, hun techniek kunnen bijwerken, hun faciliteiten kunnen opbouwen, zeg maar. En dan bijvoorbeeld een bedrijf als Coca Cola, zo'n bedrijf dat heel erg bekend is vanwege zijn dividenden. Dat komt natuurlijk omdat het recept van Coca Cola altijd al bekend is. Um, en het is eigenlijk al zo lang uh, zo bekend dat ze eigenlijk de investeringen in de, misschien de fabrieken voor een groot gedeelte alweer hebben terugverdiend. En op dat moment kunnen ze dus de winsten die ze maken, gaan uitkeren aan de aandeelhouders. Dit is ook meteen een kritiekpunt want op het moment dat je namelijk winst gaat uitkeren, dus dividend gaat uitbetalen, heb je, geef je eigenlijk aan dat je geen betere manier hebt van het geld behalve het uit te keren. Je kunt dus zeggen dat ze met het geld niet kunnen innoveren. Misschien is er binnen die sector niks meer te innoveren. In het geval van Coca-Cola is dat natuurlijk al, omdat het recept eigenlijk altijd dezelfde is en op een gegeven moment Maak je net zoveel Coca-Cola als dat mensen willen drinken? Dus daar is het nogal logisch. Maar ook in de financiële sector of zo. Dat zijn misschien sectoren waarin je kunt zeggen van um, stel, je maakt 100 miljoen euro winst. Kunnen we niet 80 miljoen gebruiken om ergens anders te in investeren. In een toekomstig product of in iets anders. Waardoor we meer geld kunnen verdienen. En aangezien het geld dus telkens wordt uitgekeerd als dividend, geven ze eigenlijk indirect aan van nee, we hebben geen betere manier om van dit geld meer geld te maken en dus willen we onze aandeelhouders tevreden houden en betalen we de, de winst in dit geval uit. Nou zijn er een paar dingen waar je op moet letten op het moment dat je dividend aandelen wilt gaan kopen. Je gaat dus onderzoeken welke bedrijven dit zijn en dan ga je onder andere letten op wanneer betalen ze dividenden uit, in Nederland zal dit vaak jaarlijks zijn, maar je hebt vaak Amerikaanse bedrijven die het of per kwartaal of ooit zelfs per maand uitkeren, dus hou daar rekening mee. Het kan namelijk heel interessant zijn om bedrijven te doen die elke maand een klein gedeelte al een dividend teruggeven. Waar je ook op wil letten is of het bedrijf cyclus is. En niet alleen de bedrijf, maar eigenlijk ook de omzet of de producten. Uh, denk hierbij aan dingen die komen ze elke derde kwartaal van het jaar hebben ze dan een piek. Bijvoorbeeld in de zomer. Of hebben ze telkens een paar goede jaren en vervolgd door een paar slechte jaren. Dat soort dingen wil je graag weten van tevoren en die moet je dan ook uitzoeken. Daarnaast wil je gaan kijken naar de dividendhistorie. Hoe is het de laatste tijd ontwikkeld? Hebben ze telkens dividend uitge en zoals gezegd, is het dividend elke keer gestegen ten opzichte van de vorige periode. En je wilt ook kijken naar hoeveel dividend ze eigenlijk uitkeren vanuit de winst. Is het een klein percentage, of is het juist een heel groot percentage, of keren ze misschien wel alle winst uit? Uh, dit is vaak niet het beste, omdat, je, zoals gezegd, ze vaak ook nog geld nodig hebben om te innoveren of geld apart te zetten in hun reserves. Dus ook dat soort percentages van hoeveel geld van de winst keren ze uit in dividend is een belangrijk getal. En als je toch naar de balans van de bedrijven kijken bent, hou dan ook andere dingen binnen die balans in de gaten. Dus hebben ze heel veel schulden of hebben ze juist heel veel vermogen over? Uh, dat soort dingen zijn vaak belangrijk om te kijken. Het is niet alleen het getal, dus het dividend dat ze uitkeren, maar het gehele plaatje van de balans speelt er ook een belangrijke rol in. En als laatste wil je natuurlijk weten in welke sector dit bedrijf zit? Zoals gezegd heb ik net genoemd de, de voedingsindustrie, of misschien wel um, de financiële sector. En als je bedrijven kiest, wil je misschien zorgen dat je een paar bedrijven binnen een sector pakt, maar dat je ook gaat spreiden over verschillende sectoren. Dus pak niet al je uh, dividendaandelen uit één sector, uit de voedingindustrie, maar zorg ook dat er een paar in de financiële sector zitten of andere sectoren. Dus zorg in ieder geval voor als je gaat kiezen dat je al voor, kiest voor spreiding. Voor wie zijn nou dividendaandelen aantrekkelijk? Nou, ten eerste zijn dat vaak voor mensen die al met pensioen zijn of bijna met pensioen gaan dit komt omdat dividendaandelen vaak zoals gezegd wat grotere namen zijn en wat stabieler zijn en al lange tijd winst maken dus in ieder geval heb je vast een stukje zekerheid daarnaast hebben dividendaandelen dus dat ze telkens uh, in waarde toenemen in principe dus uh, er wordt nu 4% uitgekeerd, misschien volgende keer wel 4,1% of nou een euro en volgende keer een euro 10. Dus het stijgt ook telkens naar wat ze uitkeren aan dividend. En dat is natuurlijk weer makkelijk omdat je daarmee je koopkracht behoudt. Zeker als. Uh, als je met pensioen gaat, dan lever je vaak wat in aan koopkracht, je hebt niet meer zoveel inkomen, de inflatie en zo neemt toe. Dus door dividendaandelen te kiezen, zorg je ervoor dat je koopkracht kunt behouden op de lange termijn. En als je met pensioen bent of met, bijna met pensioen gaat, zorg ervoor dat je als je dividendaandelen kiest, dat je weer een goede spreiding hebt. Je kunt dus langzaamaan uh, naast je aandelen en obligaties dus ook dividendaandelen kiezen. En je wilt dus eigenlijk op zo'n lange termijn, omdat je op dat moment gaat voor vermogensbehoud in plaats van vermogensgroei, kun je dus je aandelen wat minder laten worden en bijvoorbeeld meer investeren in obligaties of als je aandelen wil houden in dividendaandelen. Maar natuurlijk is het niet alleen voor mensen die bijna met pensioen gaan of met pensioen zijn een goede keuze. Je kan ook gewoon ervoor kiezen om al je aandelen als dividendaandelen uh, te kiezen. Je zorgt er in ieder geval voor dat je dan een breed portfolio hebt, waardoor je elke keer geld terugkrijgt. En dat geld herinvesteer je telkens, waardoor je je portfolio kunt uitbreiden. Maar eigenlijk is het voor iedereen eh, aantrekkelijk, ook voor mijn geval. Ik heb nog heel lang tot aan mijn pensioen, maar ik zou toch ervoor kunnen kiezen om al nou dividendaandelen toe te voegen. Zoals gezegd, zorgt er in ieder geval weer voor dat ik spreiding heb. Dus naast aandelen die heel veel kunnen fluctueren, kun je met dividendaandelen in ieder geval zorgen voor een beetje eh, structuur in je portfolio, wat meer zekerheid. En dat je wel iets meer kunt plannen op de toekomst. We sluiten deze video dan af met enkele voorbeelden van dividendaandelen. Natuurlijk kun je dividendaandelen loskopen, maar je kunt ze natuurlijk ook via een ETF kopen. Uh, dan heb je eigenlijk al in één pakket verschillende aandelen zitten. Vanguard biedt deze aan, maar er zijn veel meer aanbieders van dit soort dingen. En die gaan dan ook specifiek naar hoge uh, dividendaandelen, die telkens zoveel uitbetalen. Uh, dus dan kun je in ieder geval van tevoren alvast een verwacht rendement uh, ja, berekenen. Eigenlijk. En kun je dus al een planning maken. Maar als we kijken naar vijf bekende Nederlandse dividendaandelen, dan zijn het als eerste Unibil, Rodamco, Westfield. Die betalen ongeveer 7,6% uit aan dividendrendement. Shell 7,1%, ING op 6,9%, ABN Amro op 6,7 en Randstad. En dan zie je eigenlijk direct terug dat dit vaak of vastgoedbedrijven zijn, of uit de financiële sector, of in het laatste geval Randstad met het uitzendbureau. Maar het zijn vaak sectoren waar niet heel veel meer te innoveren is. En daarom, zoals gezegd, kunnen ze die winsten telkens uitkeren. Dan zijn we aangekomen bij de conclusie van deze video. En vatten we nog even alles samen. Zoals gezegd zijn het vaak gevestigde uh, herkenbare namen, zoals Coca-Cola, AB Amro, ING, die dat soort dividendaandelen uh, dividend zijn. Dus die veel dividend uitkeren, omdat ze vanwege hun sector, vanwege hun producten veel winst maken. Die ze niet per se moeten in, uh, investeren om te innoveren. Je kunt ervoor kiezen om alleen dividendaandelen te kiezen. of te gebruiken om je portfolio een spreiding te geven, zoals gezegd. omdat je dan een groot gedeelte aandelen doet en een gedeelte dividendaandelen en obligaties bijvoorbeeld. Maar je zou ook voor kunnen kiezen om dus geheel in dividendaandelen te zitten. Ook daar kun je rijk mee worden. Warren Buffett is daar een bekend voorbeeld van. Hij heeft ooit in de jaren 80, 90 heel erg veel geïnvesteerd in Coca-Cola. En op dit moment ontvangt hij elk kwartaal 140 miljoen dollar aan rendement. Dat is ongeveer 10% van zijn investering die hij heeft gedaan. Dus elke 2,5 jaar krijgt hij in principe zijn investering helemaal terug. En aangezien het dus bij Coca-Cola ook elk kwartaal een dividend toeneemt, zal het alleen maar groter worden. tot een punt dat hij dadelijk gewoon in een jaar tijd. gewoon zijn hele investering terugkrijgt aan dividend. En dit is natuurlijk wel iets wat hij 20, 30 jaar geleden heeft geïnvesteerd. Maar zo zie je, als je het voor de lange termijn doet, kan het een hele goede investering zijn. En zoals gezegd, kun je natuurlijk zelf kiezen voor bepaalde aandelen. Misschien ga jij wel voor Coca-Cola, voor ING of voor Shell. Maar je kunt ook gewoon kiezen voor ETF's. Dan wordt die keuze voor jou gemaakt. Dan zijn er mensen mee bezig die gaan kijken welke beste aandelen er op dit moment zijn en voor de toekomst. Dat betaal je natuurlijk wel een klein beetje voor, maar als je bij Vanguard heb je vaak hele lage tarieven en dan heb je toch telkens de beste uh, dividend aandelen in je... In je ETF zetten. Dus dat is ook zeker een keuze. En dan, ja, dat is puur aan jezelf. Wat wil je liever? Wil je het zelf kiezen? Of ga je liever voor een ETF? En tot zover deze video. Ik hoop dat je ervan hebt geleerd. Zoals gezegd, maak ik elke week twee video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen. En passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die jij interessant vindt? En aangezien je nou deze video weer tot het einde hebt gekeken. lijkt het me dat het misschien wel interessant is voor jou. Abonneer dan op het kanaal. Vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. En laat ook onder de reacties weten. wat je Goed aan vond of minder goed aan vond, ook als je vragen of opmerkingen hebt, laat dat dan weten in de reacties onder deze video. Daar kan ik op reageren, kunnen ook andere kijkers op elkaar reageren en dan zie ik jullie graag weer terug in de volgende video.